Gent was afgelopen weken het decor voor de opnames van de nieuwe Vlaamse film Wat Mannen Willen. De eerste langspeelfilm van Filip Peters als regisseur. Wat zijn er van plan met dit vaartuig nu? Ah ja, varen hè. En een roestukken open doen. Een roestukken. Nee, dat gaat zo maar niet. We zijn aan het draaien aan Wat Mannen Willen. En dat is een film geregisseerd door de fantastische Filip Peters. En die volgt eigenlijk het leven van een paar mannen. En het speciale eraan is, het is een romcom, maar dan door de ogen van de man gezien. En meestal is dat toch door de ogen van de vrouw. Dus dat is eigenlijk wat het bijzonder maakt. En dan volgt het al die mannen die allemaal struggelen met de liefde of net in een hele goede relatie zitten. En dat gaat dan mis of al dat soort van verhaallijnen. Hier wordt een scène gedraaid waarin dat een voedselinspecteur eigenlijk de plannen van Nicky en Wouter eigenlijk teniet doet. En dat is zeer pijnlijk voor hen. Bruno, ja, die heeft wat moeite om een... Hij is eigenlijk op zoek naar een vrouw, zoals zoveel mensen. En het lukt zo niet, het wil maar niet lukken. En daarover gaat eigenlijk zijn zoektocht naar een vrouw. En dat hij eigenlijk altijd de verkeerde dingen zegt tegen vrouwen. En het is een beetje een zoektocht van hoe moet ik dat hier aanpakken? En uiteindelijk, ja... Komt alles wel weer goed, zeker. Marmeladefilms koos er bewust voor om Filip Peters deze film te laten regisseren. Als een acteur regisseert, dan doen ze dat op een totaal andere manier. Ik had ook meegewerkt aan de film Smoor Verliefd met Hilde van Michem. En daar had ik gezien dat het eigenlijk wel interessant is om een acteur of een actrice te nemen die regisseert. Omdat je ziet dat dat acteursregie dat dat heel goed is. Dat ze dat helemaal anders aanpakken en dat dat voor de acteur zelf heel fijn is. En daarnaast zochten we een naam, maar ook iemand die gewoon heel veel ervaring had. Filip is een rustige, leuke man, ook al om mee samen te werken als acteur. Dus we hebben hem gebeld. Hij was niet meteen aan boord, maar hij was wel enthousiast. Ik heb daarover nagedacht en ik heb daar goed over nagedacht, want het is natuurlijk een grote stap. Maar het voelde ook niet aan als een onlogische stap. En ik moet eerlijk toegeven dat ik geen enkele reden vond om het niet te doen. Dus vandaar sta ik hier nu. Wat het zo speciaal maakt, is dat hij een acteur is, dus dat hij heel erg regisseert vanuit... Dat hij dus zelf heel goed weet wat hij nodig heeft als acteur. En zo regisseert hij ook. Hij komt echt zo bij u staan en heel erg over de tekst praten. En dat is natuurlijk heel fijn. Ik had nog nooit met Filip samengewerkt, ook niet als acteur. Dus nu onmiddellijk voor de eerste keer als regisseur. En ik vind dat hij heel goed doet eigenlijk. Ja. Dat is echt gelijk dat hij dat al jaren doet. Dus dat is heel plezant. Ja. Het resultaat van Wat Mannen Willen, dat zal in het najaar te zien zijn in de bioscoop.